dat wij de betere kansen hadden. En dan denk ik weer, het kantelmoment is de 2-0 van Ganvola. Als hij 1-op-1 gaat met Maurice en we kunnen daar 2-0 maken, dan belonen we onszelf denk ik voor een goede eerste helft. We missen dan en in diezelfde fase kan het al 1-1 worden. Dan hoop je toch die rust te halen, omdat het balbezit was voor KV Mechelen, maar ik denk dat ze weinig kansen kregen. Dan loop je toch nog op die 1-1, dan ga je met een domper eigenlijk in die kleedkamer. Kwam uit de tweede helft, vond ik onze eerste 5 minuten, hadden we het moeilijk. Maar van het moment dat we de controle over de wedstrijd hadden, pakken we op een makkelijke manier denk ik dat tweede doelpunt. En dan is het elke week een beetje hetzelfde. Hè. We vergeten onszelf te belonen en we pakken te makkelijk de doelpunten. Maar dat is iets wat ons nu al weken parten speelt. We hebben nu 14 dagen om daaraan te werken. En dan moeten we proberen in Kortrijk een resultaat te boeken. Ik denk dat de kansen er wel in hebben gezeten. Ik denk dat we eerst zelf goed vanuit het blok spelen en ze goed opvangen. We komen op 1-0 voor en we creëren nog wat kantjes op eventueel de 2-0. En als het echt mee zit, de 3-0. Maar in het slechtste geval wordt het dan 1-1. Ik denk op 1 minuut voor de rust. Ja, dat is een scenario wat je zeker niet wilt. Oké, komen we in de kleedkamer, sturen we nog wat bij. Ik denk dat we in de tweede helft helemaal niet meer in de problemen zijn gekomen zonder ook echt veel kansen zelf af te dwingen. Maar oké, dan 83e minuut denk ik, dat is, valt hierin. Ja, dan is het dubbelzuur. Buijens en Christensen hadden 1 keer meegetraind, dus ik kan ook geen wonderen verwachten. Maar ik vind dat we momenteel niet over die versterking moeten praten. Ik denk dat we, als je alle wedstrijden bekijkt, 2-3 punten meer moeten hebben. Tegen Standaar geef je 2 laatste minuten. Vandaag ben ik het niet eens dat KV Mechelen de punten verdient. Want ik denk als je puur basis van kansen bekijkt, dat Westerlo betere kansen heeft gehad. Alleen moeten we onszelf belonen, de eerste helft. En dat doen we niet. En we pakken te makkelijk vooral dat tweede doelpunt. Want in voetbal gaat het over momenten pakken. Dat KV Mechelen meer balbezit had, dat wisten we, omdat onze kracht ergens anders ligt. Maar je moet de momenten pakken. En vorig jaar deden we dat. Hè. En dan beloonden we onszelf en dan gaven we op het juiste moment een tik. En nu doen we dat niet. Maar ik kan Sylvain Ganvola bijvoorbeeld niks verwijten. Die jongen die speelde een fantastische wedstrijd. Hij is 20 jaar, is heel moeilijk te bespelen. Dus ik kan nu moeilijk gaan zeggen dat die jongen schuld heeft omdat hij de 2-0 niet maakt. Maar ik denk dat er andere jongens zijn die nu toch moeten gaan opstaan. Hè? Omdat we normaal gezien toch wel versterkt zijn. Dus we hebben meer concurrentie. Dus vanaf nu worden de plaatsen duurder. En dan gaan we alleen nog door met die jongens die er alles aan doen met de juiste mentaliteit en hun kop ervoor liggen.